de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het... Jan van Zanen. Na 6 jaar neemt de stad Utrecht afscheid van hem als burgemeester. Als ik boven op de top kom, kom ik even naar hem. Ook leuk. De 58-jarige VVD'er wordt burgemeester in Den Haag. Kijkt u naar een persoonlijk gesprek over zijn band met Utrecht en de herinneringen die hij meeneemt naar zijn volgende baan. Niet lang meer, denk ik. En dan hangt u ook aan deze wand, hè? Want hier hangen alle voorgangers. Ja. Neem aan, ja. Burgemeester Opstelten. Ja. Vonhof zie ik hier nog om het hoekje hangen. Ja, Lien. Ja, en natuurlijk Annie Brouwer. En Annie, ja. En Aleid. Ja, mooi. Hoe is dat om hier dan uiteindelijk te komen hangen? Ja, dat is, heb ik me eerlijk gezegd nog niet zo gerealiseerd. Maar het zal wel zo zijn, ja. U hoeft er niet voor te poseren. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien dat ze dat nog vragen of... Nee, ik heb nog niks. Ik heb daar nog niks over gehoord. Ik kijk wanhopig naar zijn medewerker. Nee, ik heb niets. Nee. Maar ik neem aan van wel en dat voldoe ik graag aan. Het is natuurlijk wel leuk. En dan gaan we dat ook openen, toch? Onthullen. Dan kunnen mijn ouders dan misschien wel komen. Weet je, die kunnen niet naar de afscheidsraad. Het is toch een beetje een eregalerij. U zegt het. Maar zo ervaart u het niet. Jawel, jawel, ja. Tuurlijk. Ik vind het geweldig. Ja. Ja, want kunt u zich nog herinneren dat u als broekie, met alle respect, ja, dat kan in ik Utrecht nog begon als zeker, gemeenteraadslid? Zeker, het was de raadzaal heel anders. Toen kwam ik kijken en het was een hele gedempte sfeer. Er zaten te breien. Een hele gedempte sfeer, ja. Het was ook een heel ander soort raadzaal. Hè. Het was veel lager. Het is nu allemaal hoog en luchtig. En had u toen ook gedacht van, ooit ga ik hier burgemeester worden? Nee, absoluut. Was die ambitie nu niet? Nee. Ik ben wel altijd politiek geïnteresseerd geweest, dat wel. Echt van kinds af aan, denk ik. En foldertjes door de bus gooien, ja. Dat deed ik al bij de statenverkiezingen van 1974. Ja. Toen was ik 13, ja, knettergek, hè. Maar ja, sommigen hebben andere hobby's, toch? En dit was mijn passie. Maar als u terugkijkt, hè, op het begin dat u hier kwam in Utrecht, was toch een mooi begin, denk ik, zo met de Tour de France, of niet? Zeker. Het was niet meteen, hè. Het was in 2015. Ja, een jaartje later. Een jaar later, nee, maar dat was echt geweldig. Dan hebben Annie Brouwer en Aleid Wolfsen en heel veel andere mensen hebben daar ontzettend veel voorbereiding aan gedaan. En ik heb echt geleerd hoe dat werkt, want ik was daar... Ja, het was hem in mijn schoot geworpen. En ik woonde het eerste jaar natuurlijk in Rivierenwijk. Toen had ik mijn huis verkocht in Amstelveen. En het tweede jaar was het, in de zomer van 2015, snikheet. Mm-hmm. Ik moet er wel nu al er ook aan denken, aan de Tour. Want zo heet was het tijdens de Tour. Ja, het was iets van 37 graden, denk ik. Maar wat ik het mooiste eerlijk gezegd vond, is los van dat het gelukt is en dat het een geweldig feest was voor heel veel mensen. Maar de 100 dagen... Bedoelt u de periode eraan voorafgaand? Ja, voorafgaand. De stad werd steeds geler, steeds meer initiatieven. Maar was het ook een manier om zeg maar, de Utrechters en alle Utrecht ook gewoon echt goed te leren kennen tijdens zo'n evenement? Is dat, zeker. Heeft dat geholpen? Nou ja, het is ook iets wat enorm verbindt. Wat enorm beroep doet op creativiteit van mensen, ook op incasseringsvermogen. En ook een beetje durf. Want Utrecht zou Utrecht niet zijn om te zeggen van, waarom staat die tribune nou precies voor mijn café? Want die avonden en die mensen waren er natuurlijk ook. Of, dit wordt allemaal veel te druk, dit kan niet in Utrecht, wat een onzin. En dat is wel gelogenstraft. We hebben met elkaar aangetoond, wij kunnen dit. Ja, ik vind het wel een hoogtepunt van deze periode. Niet zozeer van mij, want ja, er hebben zoveel mensen. Maar wel een hoogtepunt waarvan je kan zeggen, nou, aanwijsbaar, Utrecht kan dit. Ja. En als ik dan een beetje kijk, hè, Utrecht, dat heeft, daar is uw carrière begonnen. Ja. Heeft Utrecht dan ook een heel speciaal plekje in uw hart? Ja. Maar kijk, weet je, ik kom uit Edam, hè, Edam-Volendam. En mijn grootvader was kaasgroothandelaar. Groothandelaar in kaas. Daar spreek ik met heel veel liefde over. Ik heb 8 jaar in Amstelveen gewerkt. Mm-hmm. Heerlijke tijd gehad. Ook voor de kinderen vonden dat ook geweldig. Maar ja, Utrecht, ja, daar heb ik het langst gewoond en gewerkt. Daar ben ik inderdaad politiek begonnen.
daar heb ik ook een zeer intensieve tijd gehad, zal ik maar zeggen. Ook met Leefbaar, met Henk Westbroek, maar ook met Hans Spekman. Geert Wilders bij mij in de fractie. Wat de is band de band met Utrecht? Ja, de band met Utrecht is de mentaliteit. Klein en groot naast elkaar. Heel intiem. Hey, hier, waar we nu zijn. Ja, Utrechters zijn anders. Maar ja, als je zo lang hier woont en werkt, ja, dan wordt dat je tweede natuur. Als je bovendien een groot deel van de tijd dat ik hier was actief mag zijn, eerst naast mijn werk als raadslid, maar dan gewoon als wethouder en burgemeester, dan dat je ook echt elke dag nog met de stad en de samenleving bezig bent en dus heel intensief met mensen om kunt, ja, mag gaan, ja, dan wordt het ook een deel van jezelf. Was dat ook belangrijk juist? Ja, ik kan niet zonder. Ik vind dat als je dit werk wilt doen in het openbaar bestuur, zeker het lokale bestuur, ja, dan moet je eigenlijk moet je al je opvattingen getoetst hebben aan wat ze hier buiten ervan vinden. Dan moet je wel weten wat er aan de hand is. Dus je moet met mensen praten en je hoort ook dingen. Ik zou niet zonder kunnen. Nooit is er gehad van, ik heb nou even geen gezin om even vriendelijk en leuk te zijn tegen de mensen, ja, die mij herkennen. Ja, maar dat is zo. Ja, zeker. Ik ben ook wel eens zagrijnig. Ik heb ook wel eens geen zin. En dan moet ik oppassen. Bijvoorbeeld, we hebben gisteren nog gezegd van, het was een keer zo. Jij kwam ergens vandaan, we hadden een vergaderingetje op jouw kamer. En toen zijn we alvast maar op jouw kamer gaan zitten. En ik weet nou eigenlijk niet of het een grapje was of echt. Want je leek wel te zeggen toen je binnenkwam, hè, Getsie, zijn jullie er al? Dat is geen geintje geweest. Dat heb ik ook echt gezegd. Want ik heb helemaal geen privacy. Daar kies ik zelf voor. Maar dan vind ik het wel fijn als ik dan een gesprek heb. Nee, eigenlijk nu ook. Dat ik even me terug kan trekken. Even nog de namen lezen. Even mijn haar. Of misschien een slokje water drinken. Of gewoon even 3 minuten niks. Nou, dat snapten ze ook wel. Er zijn ook lastige perioden geweest, denk ik. Zeker. Er zijn onderwerpen zoals prostitutiezone. Zeker. Bijvoorbeeld. Ja. En u gaat weg en het is nog niet opgelost. Nee, zo is het. Nou, dat is dus zeer onbevredigend. Ja. Dit is een onderwerp. Kijk, kijk, wat nu wel is, iedereen realiseert zich inmiddels dat het geen onwil is of onkunde, maar dat het gewoon door ruimtelijke procedures, maar ook hoe er in Nederland toch dubbelhartig wordt omgegaan met het fenomeen prostitutie en raamprostitutie. Hè, bijvoorbeeld in de sfeer van, dus het is legaal, maar in de sfeer van kredietverlening, ja, dat kan weer niet. Daar hebben de banken geen zin in. Ja, dat maakt het, dit zijn maar twee voorbeelden, dat maakt het heel gecompliceerd. Het ook heel omstreden natuurlijk. Hè? Overvechters willen het absoluut niet hebben. U maakt zich er niet populair mee. Nee, maar dat zei zo. Weet je, dat hoort erbij. En het was zeer emotioneel, zeker in het begin. Nu snapt iedereen, of zijn er nog steeds, wordt er verschillend over gedacht. Maar is het wel een iets rustiger vaarwater gekomen, en dat vind ik terecht. Maar dat was geen zeker in het begin niet, geen makkelijke periode. Maar u gaat toch weg en dat dossier blijft er nog even liggen. Dat draagt u over aan de volgende burgemeester. Voorlopig even Peter den Oudste, maar dat zal waarschijnlijk de nieuwe burgemeester verder wel oppakken. Ja. U heeft enorme hoogtepunten gehad, Tour de France. Ja. En dan ook werkelijk, denk ik, een heel erg dieptepunt, de tramaanslag. Ja. En dan sta je daar als burgemeester. Ja. Kijk. Als je wethouder bent geweest en burgemeester een aantal jaren, dan oefen je dit. Dus je oefent crises. Hè? Dus je oefent en je ziet dingen. Maar oefenen lijkt me toch wel even iets anders dan het werkelijk meemaken, zo'n grote crisis. Ja, maar je hebt eigenlijk dus meerdere crises meegemaakt en je hebt geoefend, zeker. En dan wordt het 11:15 en neem ik niet eens mijn telefoon op, want zo ging het. Want ik zat een stafvergadering. Telefoon gaat, ik zeg tegen, hij heet Martin, een bestuursadviseur, wil jij mijn telefoon even nemen, kijken wat het is? Nou, die kwam meteen naar me toe. Nou, het lijkt me dat je deze zelf even neemt. Nou, dat was ook zo. Nou, ik heb alles afgelast en ben aan het werk gegaan. En hoe is dat dan?
Maar dat weet ik eigenlijk niet. Want opeens, opeens was het 2:00 s'nachts. Want dat is natuurlijk een roetsbaan, hè? Het is een... Je kunt er ook gelukkig niet bij nadenken. Dat kan ook niet, want je moet beslissingen nemen. U zit dan zelf ergens ook binnen, hè? Want dan wordt er ook, denk ik, gedacht aan de veiligheid van de burgemeester. Kan ik me zo voorstellen. Oh, ja. Maar heeft u op zo'n moment niet de neiging om te denken van... ik wil gewoon gelijk naar die plek toe? Nee, ja, weet je, dat was dus onveilig. En ik moest gewoon mijn werk doen. Dus dat kon echt niet. Maar zodra het kon, dus toen om 6:15 of 6:30... de verdachte kon worden aangehouden. Het hele land en ook verre buitenlanden vroegen... wilt u naar de studio komen, heb ik allemaal gezegd met de groeten. Dat doe ik niet, ik ga mijn stad in. Dus ben ik naar alle hulpverleners gegaan, naar de politiemensen. Ben ik bij de tram, want de tram stond er toen nog... en er waren forensische mensen bezig. Ben ik naar de plek gegaan waar ik de hele dag over gesproken had. Maar dat gaat als een... Een flitser. Nou, dat was zeer indrukwekkend. Want daar stonden ze nog met die linten en er stonden dus jonge meiden en jongens... die stonden met echt verkleumde handen nog steeds bij die lintjes om de boel te bewaken en af te zetten. Weet je, want dat, nou, indrukwekkend. En achteraf spijt van het eerste toespraakje gehad? Waarin u toch zei van dat er inderdaad een zwaar vermoeden was van een terroristische aanslag? Nee, maar er was een... ik heb het zo gezegd, er is sprake van... wij vermoeden dat er sprake is van een terroristisch oogmerk. Sterker nog, daar gaan we van uit. Zo'n soort zin heb ik gebruikt. Nee, dat is terecht gebleken. Dat, weet je? En dan gaan dingen mis. En dan de volgende ochtend, dan zeg ik dat een aantal aangehouden mensen los zijn. En die zijn niet. Het was allemaal keurig gecheckt hoor. Maar ja, ik kreeg informatie van op een verkeerd moment. Dat gebeurt. Hoort er ook bij. En dan ook meteen toegeven van dat is fout gegaan. Ja, weet je. Moet je je fouten ook kunnen toegeven als burgemeester? Ja, zeker. Ik vind dat iedereen die in het openbaar bestuur zit, die moet je ook gelegenheid geven om fouten te maken. Want je draagt verantwoordelijkheid, je hebt niet altijd tijd, je weet niet altijd alles. Je tast in het duister, zeker in zo'n crisis, dan weet je niet alles. En dan moet je beslissingen nemen en dan hoop je dat dat de goede beslissingen zijn. Geen beslissingen nemen is nog erger. Maar ja, dan kom je pas achter als, weet je, ja, dan moet je gewoon toegeven. Ja, hup, kan toch. Ja, en dan stapt u over naar Den Haag. Ja. Ja, dat vinden mensen toch wel heel lastig, dat u overstapt naar Den Haag nadat u net een nieuwe termijn bent begonnen. Ja, dat snap ik ook. Weet je, ik geef alles. Is dat dan toch de ambitie van, ja, nee, maar zeker. Ik wil verder groeien? Ja, ik zit hier op mijn plek. Ik voel me als een vis in het water. Ik hou van deze stad en van deze mensen. Maar ja, ik ben nu hier in de lokale politiek 27 jaar. En dit komt nu voorbij. En nu zijn we halverwege de periode. Dus het college zit stevig, mm-hmm. De raad is stevig. Dus eigenlijk, objectief gezien, zou je nu weg kunnen. Want volgend jaar zijn er Kamerverkiezingen. Dat jaar daarna zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dus er is nooit een goed moment? Er is nooit een goed moment. En wat is er daarna dan? Want als u zo ambitieus bent, zou dan niet het ultieme zijn om een keer een ministerspost te hebben? Ja, oh, ik barst van ambitie. Maar dat weet je. Minister-president. Tuurlijk. Nee, ik zou zeggen, ik ga nu naar Den Haag. Dat is spannend zat. Rationeel snap ik steeds beter waarom ik het toch heb gedaan. Emotioneel wordt het wel steeds moeilijker. En wat komt er dan na Den Haag? Nou ja, dan komt er een tijd, dan hoop ik dat ik gezond ben, nog steeds. En dan gaan we het weer zien. Maar ja, dan ben ik wel inmiddels waarschijnlijk wel de 65 gepasseerd. En misschien wel 67. Ik heb nu nog geen plannen. En ik zeg er wel eerlijk bij, ik had begin dit jaar niet gedacht dat dit zou gebeuren. Dat zeg ik maar eerlijk. Dus het wordt niet vissen in de bootjes dan? Nee, kijk, ik blijf wel. Ik ga misschien schrijven en zo. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik heb niet voor niks zo'n archief. Schrijven en misschien reizen, dat het dan weer kan. Maar ik zie het wel. En wie weet ben ik dan grootvader? Weet ik niet. Maar weet je, we zien wat er dan weer is. Oké. Ga je goed.